for all the haters in the world. All the people who like to comment me, my color, my gayness, my everything. I call them Mr. Morality. Oh yeah. Ik sta hier naast de presentator van de afterparty van de Pride Walk. Nou, niet de afterparty van de Pride Walk. Oh, sorry. Dit is gewoon de opening. Gewoon de Pride Walk is hier aangekomen en dit is de Pride Park. The party goes on. The party goes on. En ik ben ook nog eens niet alleen de presentator, maar ik ben de ambassadeur van de Pride van 3 jaar geleden. Ook nog. 3 jaar geleden? Aha. En hoe is je dat bevallen? Eigenlijk heel goed. Je bent ambassadeur voor het leven, hè? Dus al die jaren word ik weer ingezet voor dit soort dingen. En ik ben gewoon van de partij omdat ik gewoon erbij hoor. En vind dat iedereen erbij hoort. Erbij horen is belangrijk. Dat vind ik wel. En het maakt niet uit hoe je eruit ziet. Wit, zwart, gay, straight, transgender. Erbij horen. Oké, okay. We kennen jou natuurlijk van de tv en van het theater. Heb je nog wat te melden voor het komende seizoen? Wat een primeur voor de kijker? Ja, zeer zeker. Vanaf half november kom ik met een nieuwe voorstelling. En de voorstelling heet Poker. En Poker gaat over 4 mannen, getrouwde mannen met kinderen. Die hebben alles, rijke, goede baan, alles. En de vrijdagavond gaan ze pokeren met elkaar. Maar ze gebruiken die avonden eigenlijk om met elkaar seks te hebben. Oh. En op een gegeven moment gebeurt er iets in de voorstelling dat hun geheim naar boven komt. En daar gaat eigenlijk de voorstelling over. Vanaf half november, Poker in het theater. We beginnen in Podium Mozaïek in Amsterdam en daarna gaan we gewoon het hele land doen. My name is Mr. Morality.